Welkom bij Crystal Helder, welkom bij deze video. Dit is een bericht voor iemand die het nodig heeft. We gaan kijken naar het verleden, heden en toekomst. We gaan kijken naar waar je vandaan komt, waar je nu staat en waar je mogelijk naartoe zou kunnen gaan. Alle nieuwe abonnees, van harte welkom. Ben je nog niet geabonneerd, dan zou ik het hartstikke leuk vinden als je zou abonneren. De abonneerknop vind je hieronder. En voor degenen die de afgelopen dagen gedoneerd hebben, dank je wel daarvoor. We gaan kijken naar de algehele energiekaart. We hebben de bever, leg een solide basis. Okay. Leg een solide basis. Ja, dat kan zijn dat je ergens opnieuw in mag gaan beginnen. Om een stevige basis te creëren voor jezelf. Wat mag ik zien in het recente verleden? Oké. We hebben de vier van staven. Dat staat voor verbindingen. Vreugdevolle verbindingen. Daarbij komt de twee van bekers. Dus ja. Een verbinding met een geliefde en de zonkaart. Alles was hier mooi en bijzonder. Maar er was iets hier niet stabiel in deze connectie. Oké, heden. Hart van de reading. De Empress, de twee van zwaarden en de zes van bekers. De Empress die ook staat voor ja, een nieuw geboorte, van, een nieuwe creatie. Wat ik dus hier ook met deze kaart voel, is dat er ja, iets nieuws gecreëerd mag worden. Hoogstwaarschijnlijk gaat dit over de liefde. Maar in je hart van de reading krijg je de twee van zwaarden. En dat heeft te maken met iets niet zien of een keuze maken, niet weten welke keuze je wil maken. En de zes van bekers, wat spreekt over het verleden? Er is iets met het verleden. Het verleden ligt hier. Het verleden gaat over een verbinding met een geliefde. Waarin ogenschijnlijk alles mooi en goed lijkt. Maar er is hier iets met een bepaalde basis in deze connectie. De mogelijke nabije toekomst, wat mag ik daarbij zien? Ik zie in de mogelijke nabije toekomst heel veel strijd. Conflicten. Met de vijf van staven en de schildknaap van zwaarden.
tegenwerking, strijd. Ook hier met de krachtkaart zie ik struggles. Struggles om in je innerlijke kracht te blijven staan. En dat heeft natuurlijk te maken dat de basis niet goed is in deze connectie. Dus als je in het heden niet aan de basis gaat werken, dan krijg je in de mogelijke nabije toekomst weer conflicten. Dus het kan zijn dat je in dat verleden ook dit hebt meegemaakt. En daar zijn jullie doorheen gewerkt, hè? Want hier liggen echt drie mooie kaarten. En dan komt hier de twee van zwaarden en die zes van bekers tevoorschijn, waarbij ik dus voel dat er iets vanuit het verleden nog gezien mag worden. Hersteld mag worden. Er is iets met de basis in jullie connectie wat niet helemaal oké is. Nou, we gaan eens even in de diepte kijken. Wat mag ik zien bij die bever? De algehele energie. Ja, de lovers. Dus in deze connectie is de basis gewoon niet goed. We gaan even kijken wat hier verder uit mag komen. De vier van staven, wat mag ik daarbij zien? De vier van staven staat ook weer voor die stabiliteit. Dingen leken stabiel. En overvloedig. Veel passie tussen jullie. Dingen gingen vooruit. En de ster. Wensvervulling. Alles is heel mooi hier. Maar ik heb een sterk gevoel dat er iets gaat veranderen. Sorry, mijn stem gaat een beetje opspelen. Het is nog een beetje vroeg. Ja, dus dit is gewoon een prachtplaatje wat hier ligt. In het heden, de Empress, wat mag ik daarbij zien? Schildknaap van munten. Ja, dat is een jonge energie. Tegenover de Empress heb ik het dus het gevoel dat hier iets nog geleerd mag worden. Er mag iets gezien worden. En zeker met de kaart van het verleden. En de schildknaap van munten, dat staat ook weer voor die stabiliteit. De ondergrond is nog niet stabiel in jullie connectie. Ridder van munten. Keuze maken richting stabiliteit. En de koning van zwaarden. In het stukje van het verleden. Realiteit zien, de waarheid zien. Het is overduidelijk dat het hier gaat over stabiliteit en waarde in de connectie. Er klopt hier iets niet. De basis is niet goed. En als we dan naar de muntenkaart kijken, dan heeft het misschien te maken met waarde in deze relatie. Is het allemaal wel zo mooi zoals jij het misschien doet voorkomen? Ja, het is overduidelijk een wensvervulling. Het is heel apart, hè? Want normaal zou dit hier boven liggen en ga je werken naar iets moois toe.
En hier is het totaal andersom. Van iets moois ga je naar heel veel conflicten en tegenwerking. Dus hoe mooi is dit eigenlijk in werkelijkheid? Hè? Met de koning van zwaarden die zegt: is dit wel waar wat jij, hoe jij het doet voorkomen in deze connectie? Wat mag ik zien bij de vijf van staven? Ja. Daarbij krijg ik de ridder van bekers. Conflict over aanbieding van liefde. Wat ik dus al zeg, het heeft misschien te maken met waarde, je eigen waarde. En met geven en nemen in de connectie. Is dat wel stabiel? Is dat gelijkwaardig, ja of nee? Tien van staven, een zware last die je met je meedraagt. Tegenwerking om iets los te laten. Tegenwerking om iets af te sluiten. En de hierofant, een spirituele les om het ego in bedwang te krijgen. Dus ja, misschien is dit wel allemaal vanuit ego gezien. En als ik dan even het complete plaatje hier bekijk, dan kan het zijn dat jij het mooier gemaakt hebt dan dat het in werkelijkheid is in deze connectie. Ik weet natuurlijk niet of jullie echt in verbinding zijn of dat het op afstand is. Maar het is in ieder geval niet wat het lijkt. Dat is heel duidelijk. In het heden wordt er dus van jou gevraagd om naar het verleden te kijken, in deze connectie, met waarheid te kijken, want je draagt die blinddoek, je kan dus iets niet kiezen. En ik heb het vermoeden dat het een keuze moet zijn in het afsluiten. Want het kan zijn dat jij die ridder van bekers bent en jij continu die liefde blijft aanbieden, maar er ontstaat elke keer conflict. Wat ik zeg, die waarde en die gelijkheid, die is er niet. De stabiliteit is er niet in de connectie. En jij maakt het misschien mooier dan dat het in werkelijkheid is. Wat mag ik zien bij de schildknaap van munten? Nog een keer de Empress. Ja, daar is iets. En de Emperor. Er is iets. Er moet gelijkwaardigheid komen in deze connectie. En dat is iets waar je naartoe mag leren werken, uiteraard. En je had jezelf misschien al rijk gerekend hier. Hè, dat er een union was, een samenkomst, een eenheid. Maar die is er nog niet, want je hebt duidelijk nog iets te leren hier. Wat mag ik zien in de hart van de reading? Nog een keer de vier van staven. Het is wel allemaal synchroniciteit hier. Dus dat betekent ook dat het nu de tijd is voor jou om iets te zien uit deze connectie in het verleden tussen jullie. 10 van zwaarden. Ja, een pijnlijk einde moet er komen hier. Ik voelde het hier al. En die koning van zwaarden, wat mag er gezien worden van dat verleden? Nog een 10 kaart, 3 tienen, plus de 8 van bekers. Het weglopen van deze connectie.
En de acht van bekers kwam als eerste eruit en daarna de tien van bekers. En dat is waar hij naartoe loopt. Hij laat de acht van bekers los. Dat vervult niet meer, dat dient niet meer. En hij loopt naar de tien van bekers toe. Maar waar jij naartoe loopt is tegenwerking. Je wilt het niet, je blijft je liefde aanbieden en je blijft vanuit je ego handelen. En vandaar dat je dus ook in een cirkel blijft lopen, in een bepaald patroon. He, want in het verleden lag dit hier ook, hiervoor, in het wat verdere verleden, zeg maar. Dit is recent. En daarom zeg ik, het is de omgekeerde wereld hier. Dus dit heb je al meegemaakt in het verleden. En toen heb je gedacht van, hey, nu is het allemaal mooi en... En we zijn samen en de zon schijnt en noem maar op, maar niks is minder waar, want dat is wat jij ervan maakt. Wat ik al zeg, de basis klopt niet en de basis heeft te maken met het ego-stukje. Het is duidelijk niet gelijkwaardig, hè, met hier, met de Empress en de Emperor. Jullie zijn er nog niet. En ik heb het gevoel dat er een soort ja, separatietijd aan gaat komen. Nou ja, eigenlijk in het heden al, als je daarvoor kiest. Hè, want anders ga je richting nog meer conflict, nog meer pijn, nog meer lijden. Maar je kan nu al zeggen tegen jezelf: oké, ik laat het los, ik sluit het af en ik ga aan mijn stabiliteit werken, aan mijn waarde werken, mijn eigen waarde werken. Die keuze heb jij en dat ligt in je hart van de reading. Die keuze heb jij. En dat is wat niet gezien wordt op dit moment. Maar als je door blijft gaan in deze connectie, dan breng je jezelf eigenlijk onnodig lijden. Want je houdt iets vast wat niet stabiel is. Kijk, en als ik verder ga kijken, dan weet ik dat daar in die mogelijke nabije toekomst een torenmoment gaat zijn, zodat jullie toch weer uit elkaar gezet worden. Maar die keuze heb jij ten alle tijde zelf. He, als jij voelt van, ja, ik voel wel getriggerd door dit bericht. He, ik hoor je. Ik weet wat je bedoelt. Dan kan jij er nu voor kiezen, zeg maar, om er vandaan te lopen. Kijk, ik weet niet of deze hele relatie afgesloten moet worden voor altijd. Dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Maar je kan dus ook werken naar die toekomst toe, naar die tien van bekers. En dat begint natuurlijk bij jouzelf. En het kan zijn dat die persoon dan weer terugkomt in de toekomst. Maar dat weet ik dus niet, hè. Zie alleen wat hier ligt en dat breng ik over. Maar als we kijken naar de Emperor en de Empress, hè, daar zit nog een stapje boven en dat is de hoge priester en de hoge priesteres. De hoge priester ligt hier in je mogelijke nabije toekomst. Dat is wel iets waar je naartoe zou kunnen werken. Hè, dus een level hoger, zeg maar, in het bewustzijn van de connectie. Dat zou wel kunnen, maar dan wordt er wel van jou verwacht dat je dus nu in het heden een keuze gaat maken om aan jezelf verder te werken. En ik weet als geen ander hoe moeilijk dit is, want als het heel mooi lijkt en alles klopt op dat moment, dan heb je zoiets van, nou ja, hè, dit geldt niet voor mij. Maar als je werkelijk durft te kijken naar jezelf en de waarde in deze connectie, dan zie je dus iets anders. Want is het wel gelijkwaardig? Kijk, als het echt gelijkwaardig is en er zijn geen problemen, dan kijk je waarschijnlijk deze video ook niet. Dan zit je ook niet naar readingen te kijken, want dan, hè, ben je gewoon met je geliefde samen. Maar je kijkt toch en je zoekt iets. Want als je eerlijk zou kijken naar deze connectie, dan kom je er dus achter dat die waarde tussen jullie niet gelijk is.
De een geeft meer dan de ander. Mag ik daar iets op zien? Wat is het knelpunt hier in die gelijkwaardigheid? Wat ligt daar in dat verleden van deze connectie? Waaraan gewerkt mag worden? Zonkaart. De wereldkaart. En de koning van staven. Nou, twee grote arcanakaarten. En weer zo'n afsluiting. Om een nieuwe start te maken. Koning van Staven, dat spreekt over passie en lust in vele gevallen, maar ook ik weet wat ik wil, ik weet waar ik naartoe wil. Het kan zijn, hè, omdat je vanuit dat stukje ego handelt, dat het misschien wel een stukje lust kan zijn. Ja, ook de zon staat voor het ego. Het is de mannelijke energie. En je hebt hem hier ook in het recente verleden liggen. Dus jouw stabiliteit is nog niet helemaal wat het is. Jouw eigenwaarde is nog niet helemaal wat het is. Het is heel duidelijk dat daar iets afgesloten moet worden. Ik heb al die tienen hier. Ik heb de wereldkaart hier. En er is iets beters voor jou. Op dit moment. Nogmaals, ik weet natuurlijk niet of deze relatie helemaal afgesloten moet worden. Je zou haast denken van wel met al die tienen. Maar dat durf ik niet te zeggen. Misschien is dat ook niet belangrijk om te weten. Het gaat erom dat jij stabiel wordt en naar jouw eigen waarde gaat kijken in deze connectie, naar jouw aandeel in deze connectie. Mag ik nog iets zien op dat verleden hier? Negen van staven komt daarbij en dat spreekt over een zware last weer. Onafhankelijkheid. Bevrijding. Bevrijding van een zware last. In het verleden. Eigenwaarde ook weer. En een drie van zwaarden. Het zijn allemaal gigantische mooie kaarten. De meeste zijn mooie kaarten hier. Ik zie bijna niks waarvan ik denk van. Nou, hè? Maar het is dat deze kaart in jouw hart van de reading ligt. De twee van zwaarden. Ik zie iets niet. Ik zie de keuze niet. Ik zie niet welke richting ik uit moet. En het lijkt allemaal zo mooi. Het lijkt allemaal zo mooi. De bever zegt het al. De stevige basis. Leg een solide basis. Je moet nog een solide basis neerleggen in jezelf. En er zit dus duidelijk iets in het verleden wat te maken heeft met jouw waarde. Er weegt nog iets zwaars op je hart. En je kijkt er niet naar. En vandaar dat je ook elke keer in zo'n loop komt te zitten, in zo'n cirkel komt te zitten. Want elke keer gaat er iets mis en dan kom jij weer die liefde aanbieden. Of de ander komt de liefde aanbieden, maakt niet uit.
Jullie komen elke keer weer terug in hetzelfde herhalingspatroon. En je moet eruit stappen, uit die cirkel moet je stappen. En dat heeft dus te maken met een afsluiting van deze connectie. Want anders blijf je in dat patroon zitten. Het moet afgesloten worden, zodat jij aan jezelf kan werken, heel erg letterlijk nemen, aan jezelf te werken. Want jij loopt elke keer die cirkel. Het gaat niet om de ander, het gaat om jou. Jij loopt elke keer datzelfde patroon. Jij trekt elke keer weer hetzelfde aan. Het gaat goed, er komt conflict, er komt weer lijden, het gaat weer goed. En zo gaat het elke keer. En dat is een patroon wat je mag doorbreken. En dat zegt de wereldkaart ook. Er mag een afsluiting komen van deze cirkel. Maar dan zou je wel die keuze moeten maken hier en nu. He, dus als dit jouw bericht is, als jij hiermee resoneert en jij voelt van ja, ik kom elke keer in zo'n cirkel terecht. Elke keer lijkt het inderdaad mooi, maar dan komt het conflict weer. En dan gaan we het weer goed maken. En dan lijkt het weer heel erg mooi voor een tijdje. En dan komen de conflicten weer. Als jij het gevoel hebt dat dit met jou resoneert, dan wordt er dus duidelijk aan jou gevraagd om hier uit te stappen, uit deze cirkel te stappen. Want dit kan tientallen jaren doorgaan op die manier. En misschien zit je er al tientallen jaren in. En wordt het nu tijd om daaruit te stappen. Want ik zie wel synchroniciteit in de kaarten terugkomen. En dat betekent voor mij dat het ook divine timing is voor jou. Om hier en nu te kiezen om uit deze cirkel te stappen. En werkelijk naar binnen te treden om te kijken, oké, wat mis ik hier? Waarom trek ik dit elke keer aan? Waarvoor blijf ik in dit patroon hangen? Wat is het met mijn eigen waarde? Wat is het met die basis? Want als we het over de basis hebben, heeft het te maken met veiligheid. Je waarde. Dat is je basischakra. En het kan dus zijn dat daar dus een blokkade zit, waardoor je dus elke keer dit patroon herhaalt. De 9 van munten spreekt dus ook over, hè? Je mag jezelf hiervan bevrijden, onafhankelijk worden van relaties. Een eerste relatie met jezelf aangaan. Compleet met jezelf aangaan. En niet met een relatie buiten jezelf, elke keer daaraan vastklampen, uit veiligheid. Maar eerst de relatie met jezelf goed maken. In eigen gelijkwaardigheid komen. Tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie binnenin jouzelf. Oké, wat mag ik hier zien in dat recente verleden bij die 10 van staven? Ja, want ik zie daar dus die tegenwerking. Schildknaap van Staven komt daarbij. Dat is een nieuw avontuur beginnen. Als jij dus doet wat hier gevraagd wordt van jou. Als jij de connectie afsluit. Voor jezelf durft te kiezen. Want daar gaat het om. Durf ik nu voor mezelf te kiezen? Durf ik eruit te stappen? Ook al lijkt het nu heel mooi. Maar durf ik nu dat moment te pakken van. Oké, ik voel dat ik niet helemaal stabiel ben. Ik ben nog niet in gelijkwaardigheid met mezelf. Ik voel dat ik nog niet helemaal onafhankelijk ben. En ja, het kan dus zijn dat je dus nog pijn en verdriet draagt vanuit het verleden. En dat hoeft niet zozeer met deze connectie te maken te hebben, maar misschien met andere verbindingen in het verleden. Als je echt voor jezelf durft te kiezen, wat de Empress dus ook betekent, hè, dat is een zelfstandige vrouw. De 9 van munten is een zelfstandige vrouw. Hè, zelfstandige vrouw of man, dat maakt niet uit. Maar dat is iemand die zichzelf op waarde kan schatten. En dan niet vanuit het ego, hè, want ik zie ook heel veel ego hier liggen. Want je kan ook in de Empress energie zitten vanuit ego. Ja, ik zie veel mensen ook vaak
een beetje doorslaan, zeg maar, in de waarde, hè? Dat ze zichzelf helemaal in waarde zetten, maar daar zit ook ego onder. Wanneer jij in een hoger bewustzijn komt, in je volledige eigenwaarde, dan hoef jij daar niet mee te pronken. Laat ik het zo zeggen. Je hoeft niet te pronken met je kroon. Je hoeft niet te zeggen waar je voor staat, en noem maar op. Want daar zit echt ego onder. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hè, dus je laat het allemaal maar zo lijken, alsof het heel goed gaat. En jij in eigenwaarde misschien ook bent. Hè, ik ben helemaal geheeld en kijk mij met mijn kroon. Maar niks is minder waar. Het is een masker die je draagt en dat geeft de twee van zwaarden hier aan. Het is een masker die je draagt en er ligt nog zoveel pijn onder. Er ligt nog zoveel verdriet onder. En dat is iets waar je naartoe mag werken om dat te gaan helen voor jezelf. En ja, de lessen nog leren, zeg maar, want ik krijg dan hier, zeg maar, die hoge priester, om jezelf te gaan verhogen in jouw bewustzijn. Het ego moet nog getemd worden. En jij doet alsof het ego al getemd is. Maar die is niet getemd. We kunnen onszelf vertellen dat we geheeld zijn. Dat we geen pijn en verdriet meer dragen. Dat we echt in eigen waarde zijn. Maar niks is minder waar. Als je echt eerlijk durft te kijken, dan zie je dus andere dingen. Als jij naar de connectie met jou en een andere persoon durft te kijken, dan zie jij die scheuren. Dan zie jij dat er geen waarde is in gelijkwaardigheid. Wat mag ik nog zien bij de Strength en de Hierofant? De Magier. Ja. Dit voelt voor mij als die balans tussen boven en beneden. Ja, dus het kan zijn dat je nu zeg maar in die dualisme zit van hoofd en hart. Ja, dus het hoofd wat het ego is, hè, van ik zit in mijn eigen waarde, alles gaat goed. En dan heb je het spirituele die dan naar voren kan komen, hè, die zegt van nee, er zijn nog wat dingen waar je naartoe mag werken, die nog geheeld mogen worden. Die jouw ego aan het licht brengt. Kijk, jij hebt het zelf in de hand. Hè? Jij mag die keuze maken. En ik denk ook wel dat het verstandig is, als ik dat advies mee mag geven aan jou, dat het verstandig is om hier en nu echt voor jezelf te kiezen, maar ook aan jezelf te werken. En niet zeggen van oké, ik heb de connectie achtergelaten, want ik ben nu in eigen waarde en ik ben gelijkwaardig en ik ben in balans, ik ben geheeld. Nee, je laat deze connectie achter omdat je moet gaan helen. Moment. Ja, daar ben ik weer. Dus ja, die keuze heb jij. Om nu echt werkelijk voor jouzelf te kiezen. En voor jezelf kiezen betekent, ik ga aan mezelf werken en ik ga helen. Nou wil ik toch ook wel heel graag zien. Wat er bij jou nog vastzit. En misschien helpt dat jou, zeg maar, om aan jezelf te werken. Wat mag ik zien op die drie van zwaarden, negen van staven, ja, het verleden, acht van bekers, zes van bekers. Wat mag ik daarop zien? Waar mag deze persoon nog naar kijken? Wat is belangrijk om in gelijkwaardigheid te komen? Nog een keer die vier van staven. Weer die stabiliteit wat terugkomt. Stabiel worden in verbindingen.
In de verbinding met jezelf, weer de twee van zwaarden. Want jij ziet dus niet dat jij niet stabiel bent in jezelf. Dat zie jij niet. En dat kan je ook niet zien, want de sluier ligt er nog voor. En het ego speelt op, hè? Hoogstwaarschijnlijk word je ook heel erg getriggerd door deze berichten. En denk je van, ja, dat ben ik niet, dat gaat niet over mij. Maar toch zit je hier te kijken. Toch zit je readingen te kijken. En wanneer jij dus geheeld bent en in eenheid bent met jezelf en in gelijkwaardigheid bent met jezelf, dan heb je geen readingen nodig. Dan ga je geen readingen meer kijken. Zo simpel moet het zijn. Dus wanneer jij dus nog naar readingen zit te kijken, betekent dit dat je iets zoekt. Je wilt iets horen. En dat betekent dus dat je niet in eenheid bent met jezelf. Vijf van Staven komt er ook bij, die ook hier ligt. Allemaal synchroniciteit hier. Je bent in conflict met jezelf. Je ziet dat niet van jezelf, dat je in conflict bent met jezelf. Wat ik zeg, die dualisme tussen hoofd en hart. En dat mag je gaan leren overstijgen. Nog een keer de Ridder van Bekers. Het is het patroon wat ik zie. Het goed maken, conflicten, liefde aanbieden. Het gaat weer goed, conflicten, liefde aanbieden. Het gaat weer goed, liefde, conflicten. Het draait maar rond. Het draait maar rond. En dat komt omdat jij niet iets ziet van jezelf. Je ziet het niet. En dat komt omdat je de focus houdt waarschijnlijk op de ander en niet op jezelf. Je kijkt naar buiten in plaats van naar binnen. Want als je werkelijk naar binnen zou kijken, dan zie je dus dat het iets te maken heeft met jouw eigen waarde. Kijk, en kiezen voor jezelf betekent niet dat je meteen in eigen waarde bent. Zo van, hè, ik heb voor mezelf gekozen, ik heb de connectie verlaten en ik ben nu verlicht. Ja, zo werkt het helaas niet. Zo werkt het helaas niet. Nee. Het gaat erom dat jij voor jezelf hebt moeten kiezen om te helen. Om binnenwerk te doen. Om te kijken van, ja, waarvoor trek ik dit elke keer aan? Wat is daar gebeurd in dat verleden tussen ons? Hoe kan ik dit voor mezelf veranderen? Want je kan er donder op zeggen dat wanneer een andere persoon op jouw pad komt, dat jij precies hetzelfde binnentreedt. Je gaat precies hetzelfde verhaal binnentreden. En hoogstwaarschijnlijk komt deze persoon weer terug op jouw pad om de les verder te leren hierin. En dan kom je weer in die cirkel terecht. En is het niet met deze persoon, dan is het hoogstwaarschijnlijk een andere persoon die in de toekomst op jouw pad gezet wordt van, oké, je denkt dat je het geleerd hebt. We gaan er nog even iemand bovenop zetten en je mag het cirkeltje weer doorlopen. En je komt weer in hetzelfde patroon terecht. En dat is vaak het lijden van mensen die in elke keer weer in dezelfde soort liefdesverbindingen komen. Die trekken het elke keer aan omdat ze niet naar hunzelf kijken, niet naar hun eigen gedrag kijken. En die zeggen van, ja, oké, ik heb de connectie verlaten en nu is het allemaal mooi. En ik kies voor mezelf en ik voel me goed. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat de connectie verbreekt, dat is interventie van spirit. En dat betekent naar binnen treden en kijken van, oké, waarvoor heeft het niet gewerkt, deze relatie? Waarvoor heeft het niet gewerkt? Waarom kom ik elke keer in dat patroon terecht? Is dat al geheeld? Is het al verwerkt? Is het al gezuiverd? Heb je er al iets mee gedaan überhaupt? Want anders loop jij weer naar hetzelfde toe. En blijf je dus in die cirkel zitten. Het is de bedoeling dat jij gaat leren. En dat zegt die spirituele leraar hier. In de mogelijke nabije toekomst is het voor jou belangrijk dat jij gaat leren. Op spiritueel vlak. En spiritueel vlak betekent naar binnen treden. Dat vind je niet buiten jezelf. Dat vind je binnen jezelf. En wanneer je echt naar binnen treedt, dan zit je er niet zo bij als die Empress.
Want er komen zo ontzettend veel emoties vrij, zoveel blokkades komen er vrij. En dat brengt jou, even kijken, waar is de kaart? Dan brengt jou dit. Alsof u een wereldoorlog hebt meegemaakt. Dat is naar binnen treden, dit. En zo kom je eruit. En dan kan je zeggen van, oké, ik heb het gehaald. Ik ben die empress. En dat gaat natuurlijk niet over één dingetje bekijken. Eén keer een Dark Knight of the Soul. Nee, dat zijn daar meerdere. Je gaat zoveel dood en wedergeboortes meemaken. Dat je het gevoel krijgt, ik wil niet eens meer leven hier op aarde. Zo diep ga je. Zo diep ga je. En dan kan je er niet zo bij zitten. Absoluut niet. Dat is de hel die je betreedt. In jezelf. Goed. Streng bericht. Iemand moest het horen waarschijnlijk. Mijn kaarsje gaat uit. Dus je gaat het donker betreden binnen in jezelf. Ik hoor ook allerlei rumoer hier om me heen. Gasmaaiers, timmeren. Het is heel druk, dus ja, dat heeft ook wel met dat binnenwerk te maken. Hè, de overprikkelingen van de buitenwereld, want dat betekent naar binnen treden. Je kan de buitenwereld niet meer aanhoren. Innerlijk werk, echt innerlijk werk. Brengt jou dit. Letterlijk. En dan zit je er echt niet zonnig bij. Absoluut niet. Je gaat door een letterlijke hel heen. Oké. Ik laat het hierbij. Anders ben ik zelf in herhaling. Bedankt jou voor het kijken. Ik hoop dat ik je de inzichten en inspiratie heb mogen overbrengen. Kies voor jezelf. Werk aan jezelf. En ga helen. Oké. Tot snel. Doei doei.